De politie in Oost-Nederland wil u vragen om zo allemaal mee te kijken naar beelden van die verdachten van meerdere zedendelicten. Meneer Strijbels, het onderzoek naar deze man loopt al een tijdje. Wat heeft hij gedaan? Het is begonnen met de aangifte van een jonge vrouw. Die werd aangerand in de bus naar Zwolle. Dat was in 2019. Ja, een man die komt dan vanaf het dorp Zwartsluis naast haar zitten en begint haar aan te raken van onder zijn sjaal uit. Ja, dus ze raakt daarvan natuurlijk in paniek, weet niet zo goed wat haar overkomt. We hebben toen in 2019 onderzoek gedaan. Ze heeft zich bij ons gemeld, maar helaas zonder resultaat. Nou, helaas is het in 2021 opnieuw een naar incident geweest in de bus naar Zwolle. Op dat moment worden er meerdere jonge vrouwen seksueel lastiggevallen. Ja, en toen zijn we echt gaan kijken naar een verband tussen de zaken. Ja, van dit soort zedenzaken zitten vaak hele nare intieme details voor slachtoffers in. Toch kunt u wel globaal vertellen wat die man heeft gedaan toen in 2021. Ja, hij heeft een slachtoffer betast. Verder is er gezien dat hij zichzelf bevredigde. En ook is er DNA aangetroffen op een slachtoffer van de man. Ja, door het onderzoek vorig jaar bleek dat deze verdachte dezelfde man is als bij die zaak in 2019. We willen vanavond beelden tonen van deze man tijdens die bewuste busrit in 2021. En dan verwacht iedereen dat we nu gaan vragen, ja, hoe heet deze man, zijn naam? Die vraag is niet nodig. Nee, we denken namelijk te weten wie hij is. Het zou gaan om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats met een buitenlandse achtergrond. En wat we verder van hem weten is dat hij in de periode tot 2021 reisde in de omgeving van Zwolle en Zwartsluis. Nou, daar is toen ook nadrukkelijk onderzoek gedaan. We hebben zelfs gepost bij bussen om te kijken of we hem konden vinden. Nou, helaas zonder resultaat. Dit jaar zou hij nog gezien zijn in het Gelderse Zaltbommel. Maar waar hij nu is, ja, dat is helaas onduidelijk. Laten we snel gaan kijken naar die bewegende beelden die u heeft. Ja, het zou gaan om deze man. Het gaat om deze man. En om de privacy van onder andere zijn slachtoffers te beschermen, hebben we verder iedereen onherkenbaar gemaakt. Hij is tijdens de busrit apart gaan zitten. En wat direct opvalt is zijn spijkerjack. Dat komt van de Zara. Ja, daar hoeven we dus geen tips over. Maar wat we wel heel graag willen weten, waar is deze man nu? Duidelijk. En door gesprekken met getuigen bleek later dus dat hij zichzelf vermoedelijk tijdens deze rit bevredigde. Hij lijkt dus een tijdje in ieder geval in Zwolle en Zwartsluis te zijn geweest, maar de politie kan hem daar nu niet vinden. En we laten dat beeld van dat Zarek nog even zien, want misschien draagt hij dat nu dus nog steeds of kunt u zich hem daardoor herinneren. Als iemand meer over deze man weet, ook hier dus over zijn contacten, maar dus vooral waar hij nu zou kunnen zijn, laat het alsjeblieft van u horen. U kunt dus terecht op het gratis nummer 0860-70. U mag ook mailen en meer over de man en de zaak op de site. U kunt daar dus ook een tipformulier invullen als u dat fijner vindt.